The Suriname America Alumni Association, SAAA, en de American Corner hebben gisteravond een presentatie en paneldiscussie georganiseerd getiteld Jeugdcriminaliteit, een apart probleem. Het feit dat de jeugd tegenwoordig als een brok ellende wordt bestempeld en het feit dat er gesteld wordt dat jongeren een bron van misdaad zijn, hebben ertoe geleid dat deze twee organisaties gemeend hebben dat vroegtijdig ingrijpen van belang is. Daarmee wordt namelijk voorkomen dat minderjarigen het crimineel pad opgaan. Plegen zij toch een delict, dan zal snel en consequent straffen helpen om de jeugdcriminaliteit terug te dringen. Verschillende deskundigen zijn vanuit hun disciplines ingegaan op het onderwerp. We brengen nu fragmenten uit enkele presentaties. Hallo, ik wil ook zeggen... Zilver conceptie tot 8 jaar, moet u in acht houden dat elk kind zich ontwikkelt op zijn of haar eigen tempo. We nemen ook in acht de kinderen met een beperking. Ook niet moet je dan interventies kunnen geven in de early childhood development periode. En omdat het kind zich ontwikkelt op eigen tempo, tot het zijn eigen potentie bereikt. En zo mooi dat eerst gesprek met een collega, het gaat over de basis. Dit is meer een toelichting en een toespitsen wat de ouderlijke toezicht inhoudt op de leeftijd van het 13 tot 23. Want zoals ik de titel zeg, een apart probleem. Nou, de jeugd tussen 13 en 23, de hersenen, er wordt vaak gezegd dat de hersenen nog niet goed zijn ontwikkeld. Maar dat is eigenlijk een verkeerde zinsnede. De hersenen, het moet eigenlijk worden gezien dat de hersenen, alle hersendelen 100% actief zijn. Vandaar dat jeugdigen dan ook broeia doen om het zo te zeggen. Maar ze voelen zich ook 100% broeia. Mag ik dan ook over dat gebeurt, want ik vond dat gaat inderdaad snel. Ik heb dus gekozen voor het onderwerp ouderlijke toezicht. Dat wil letterlijk zeggen het actief participeren van ouders en kind. Want vaak wordt er ook gedacht dat ouderlijke toezicht alleen inhoudt van ouder naar kind of jongeren, dan maar liever nu noemen jongeren, dan dat het een wederzijdse interactie is. Maar we weten dat het onderwijssysteem zoals we dat nu hebben, als je eenmaal gekanaliseerd bent vanuit het systeem, dat het ontzettend moeilijk is om terug te komen in het onderwijssysteem. Bij SAO heeft men bijvoorbeeld geprobeerd om vroegtijdige schoolverlaters verschillende modules te laten volgen en op een gegeven moment terug te brengen, die matching te maken met mbo-onderwijs, niet gelukt. Het kan liggen aan bureaucratie, het kan liggen aan onwil, het kan liggen aan you name it. Maar we merken ook dat wanneer we jongeren terug willen krijgen in het onderwijssysteem, dat je dus te maken hebt met een heleboel sociale omstandigheden. Mensen hebben geen geld om naar school te gaan, ze wonen op die moet toe, om het maar zo te zeggen, er is geen vervoer. Als ze ver wonen van de school, is er geen huisvesting van de school, etc. Het waren dus enkele fragmenten uit de presentaties die gisteren gehouden zijn tijdens de paneldiscussie getiteld Jeugdcriminaliteit, een apart probleem. Deze activiteit is gehouden in de American Corner in het CCS en is georganiseerd door de SAAA en American Corner. Het doel is de dreigende en stijgende jeugdcriminaliteit een halt toe te roepen. Na de presentaties was er een paneldiscussie.